Ja, André, je zei het al, ik had het goed voorspeld gisteren, want het was een stenen partij en een los zand. Vertel even wat je vandaag allemaal hebt ervaren. Ja, nou, dat los zand valt wel mee, maar vers. Jongen, een stenen partij. En ja, die moest het van, als je dan geen stenen hebt, dan probeer je wat gas te geven. Maar ja, 10 meter daarna lag je weer een brok stenen, jongen. Dus, ja, het was gewoon een ellende, joh. Een ellende. Vandaag viel er voor ons niet veel te halen. Maar we zijn wel nog even gestopt bij iemand die zat vast in het vest. Die hebben we even een ruk gegeven. En ja, eerst zei ik van, heb je een kabel? Nee. En zei die, ja, daar rij maar. Ik zeg, ah ja, kom hier, knip kabel en trek hem even eruit. En toen hebben wij ook nog even tijd gepakt om onze bandjes nog wat bij te pompen. Want er was toch wel heel veel stenen. En we zaten op 1-1, dan zijn we nog even naar 1-3 gegaan. Dat was wel nodig. Want we hebben op alles toch ook 2 lekke banden gehad. Maar ja, toch fijn met 4 hele banden aan de finish gekomen. Dus dat viel nog wel mee. En dan het laatste stuk in het donker. Jongen. Je ziet bijna niks. En opdat we een paar keer even stilgestaan hebben, zaten we niet meer in onze plek. Dus we wouden naar voren en dan rij je steeds naar het stof van de voorganger in en dan blijf je dan in hangen. En dan zie je geen flikker. Maar goed, sowieso stenen is niet mijn ding. I don't like stones. Ja. Maar ik hou meer van zand en van duinen. Dan kunnen we lekker overheen vliegen. Maar dat zijn mijn dagen. Maar goed, dit hoort er ook bij en we zijn binnen. En je stukken. Ja, en je krijgt waarschijnlijk nog tijd terug dat je... Ja, waarschijnlijk tijd terug. Waarschijnlijk een kwartiertje terug. We zijn de 20ste nu, dat had ik al niet verwacht. Maar goed, maar ik zag toen wij binnenkwamen dat nog de helft van het veld niet binnen was. Dus, wow. Ja, ik geloof dat het... En ik hoor net, de vrachtwagens hebben ze na 270 gecanceld. Ja, waarom moeten wij dan wel doorrijden? Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. En het is nu een behoorlijk slagveld voor de SSV-klasses. Ja. Niemand die het wel, weet. Wij hebben wel netjes thuis gebracht. En Dimitri die was me wel een beetje in het opjaren van... ja, maar als de plek is, geen maar gas. Maar ja, ik denk, het heeft geen zin om de ding ergens tegenaan te plakken. Of, dus ik denk, wij brengen hem gewoon rustig binnen. Vandaag is niks te winnen. Nee, en morgen begrijp ik dat morgen ook de eerste duinen al wachten? Ja, daar ben ik niet van op de hoogte op dit moment, maar dat zou heel mooi zijn, want dat vind ik leuk. Nou, of het nou zo is of niet, ik wens je het in ieder geval. Ja. En fijn dat je hier weer staat. Ja, en, nou, we zijn blij dat we weer hier binnen zijn. Maar er zullen nog wat meer van deze dagen komen, maar dat zijn niet mijn favoriete dagen. En wat ik gehoord heb van de professionals die dat dan al zeiden, was dit echt wel een stuk dat is al jaren niet meer voorgekomen. 2021 hebben ze dit stuk gehad, hoorde ik. En die wisten al precies wat ging gebeuren. Ja, nou ja, goed, je bent hem doorgekomen, je staat hier weer. En ik hoop je morgen hier ook weer te treffen en dan weer met je nieuwe verhaal. Dankjewel. Zo is dat. En dan zullen we beslissen weer een nieuwe verhaal hebben. Dankjewel. Ja.